beginnen aan deze persconferentie na de wedstrijd Waasland-Beveren-Lokeren. Ja, toch wel een legendarische, belangrijke wedstrijd, denk ik, geëindigd op een scoreloos gelijkspel. Ook nu weer gaan we toch naar de coaches gaan en ik begin uiteraard met de bezoekende coach Peter Maas uit Lokeren. Ja, Peter, goedenavond. Welkom op de Freetiel, een beetje jouw bekende grond eigenlijk. Ja, we kunnen er niet omheen. Hoe heb je deze wedstrijd beleefd? Scoreloos gelijkspel, maar er was veel meer aan de hand eigenlijk. Ja, je bent als coach altijd blij als je op het einde van het seizoen nog een wedstrijd kan spelen met inzet. Want einde seizoen, einde competitie, we hebben natuurlijk nog de play-offs. En dan denk ik dat wij perfect onze taken gedaan hebben. Ik denk dat je een gedreven Sporting Loker gezien hebt. En dat wij getracht hebben een resultaat neer te zetten. En ik denk dat we ook momenten gehad hebben in die wedstrijd. Dat we eigenlijk vrij goed de controle hadden. En de tweede helft meer van de geboden ruimtes die we kregen eigenlijk veel te weinig gedaan. En daarom ook denk ik dat die 0-0 een terechte uitslag is. En wil ik toch wel Guido feliciteren met het behoud van play-off 2. Guido verdient dat denk ik. Als je ziet na een fantastische periode op Sint-Truiden, dat hij eigenlijk nooit echt nog de kans gehad heeft in eerste klasse. En ik denk dat als Guido eigenlijk zijn werk kan doen naar de toekomst toe, dat Bever denk ik wel heel stabiel zal worden. In dat opzicht zitten wij natuurlijk met een ander verhaal. Zitten wij met een verhaal play-off 2 waar we absoluut ons willen tonen. En ik denk daarom ook dat we vandaag niet verliezen. En dan hebben we 3 weken de tijd voor ons volledig te focussen op play-off 2 voetbal. De pools zijn nu bekend en ik denk dat wij een duidelijke taak te vervullen hebben. Ja, vooraf werd er gezegd, ja, Lokeren heeft liever Waasland-Beveren als mede eerste klasser dan bijvoorbeeld Moeskroen of Cercle, want meer supporters. Ze gaan geschenkjes uitdelen, maar dat was niet echt het geval. Geschenkjes werden niet gegeven vandaag. Dat bestaat niet in voetbal. Hè? Ja. Dus ik denk dat wij met iedereen, alle eerste klassers, alle collega-coaches, een goede relatie hebben. En ik vind dat iedereen zijn plicht moet doen. En je verdient altijd datgene op basis wat je laat zien op het veld. En het is daarom ook, denk ik, dat Beveren terecht een verblijf in eerste klasse kan claimen. Ja, ben je blij voor Waasland-Beveren? Ik ben heel blij voor Waasland-Beveren. Ik ben voor iedereen blij die in België in eerste klasse kan spelen. Ja, oké, maar toch misschien nog iets meer blij voor Beveren, omdat je toch een verleden hebt? Ik ben niet zo blij dat wij maar 42 punten gehaald hebben. Normaal zitten wij altijd een gemiddelde van 50 punten. Dus dan denk ik dat we naar de toekomst toe toch onze conclusies moeten uittrekken. Zeker als je Europees voetbal speelt. Maar nogmaals, ik ben heel content dat de buur Waasland-Beveren in eerste klas blijft. Ja, en nu dus die play-offs, die gaan jullie winnen. En dan is het seizoen heel geslaagd. Nee, wij gaan trachten goed voetbal te brengen en stabiliteit. En je weet, in voetbal kan er alles gebeuren, zo zie je. Maar zoals Cercle Brugge, die zitten nu aan de andere kant van de medaille. Als je de 89e minuut nog in play-off 2 zit en je laat het dan nog liggen. Dat is weer een ander verhaal, dus zo zie je maar dat in voetbal eigenlijk alles kan. Ja, oké. Dankjewel Peter Maas voor jouw spontane reacties. Ik ga even de microfoon van Sportza of VRT Nieuws verplaatsen naar toch wel een coach die een hartinfarct nabij moet geweest zijn, denk ik, zoals wij allemaal. Guido, wat is hier allemaal gebeurd vanavond? Ja, het is alles gebeurd. Ik moet zeggen wel dat Lokeren zijn plicht goed gedaan heeft. Ik wist dat Lokeren een goede ploeg is, dat weten we. Ze hebben een fantastische seizoen gehad, net niet. En dat was bij ons ook zo. De laatste weken tegen Standaard, Gent en tegen Genk. Ook altijd goed meegedaan en net niet. En dan vraag ik toch wel een beetje op dat werk iedere week, en iedere maand en iedere dinsdag. En we hadden nog 2 punten nodig eigenlijk. En het lukte maar niet. En de vorige Oostende was het ook alles niet gespeeld. En dan dacht ik aan Lokeren en dan weet je dat het moeilijk wordt. En dan moet je ook een beetje hopen dat de ploegen ook meer werken. En ondanks hoe Peter ook zegt, juist, is dat de ploegen hun job doen. En dat vind ik ook heel geweldig. Want geschenken kwamen er niet van de buren uit Lokeren. Nee, voor een jongen een premie en die spelen ook voor een job. Dat is zo, dat zullen wij ook niet doen. Zelf. Maar ik zeg nog juist ook, ik moet zeggen, in de 90e minuut staan we nog in play-off 3 en dan gebeurt het 2-2.
dan zeg ik ja, dat boven altijd iets bestaat. Als ik het zo mag zeggen, want... Heb je dat ooit al meegemaakt? Zoiets spectaculairs, een soort ja, van mirakel? Het is een groot woord, ik weet het wel, maar toch? Je staat op de van voor het einde sta je in play-offs 3. Moet eerlijk zijn, en dan gebeurt dit. En door ons ook, dat we 0-0 gespeeld hebben, dat is ook belangrijk. En ik kan alleen maar zeggen dat het team verdient, want toen ik hier kwam, had ik weer een team te maken terug. Met heel veel verschillende nationaliteiten. Het was heel niet gemakkelijk. Als hier ook de jongens waren, nog weinig leven in, zo'n beetje. Maar dan hebben we het een team van gemaakt. En dan kunnen we over de streep trekken. In de 90e minuut, ja, dan kunnen we alleen maar heel fier zijn en blij zijn. Want we hebben daar heel hard voor gewerkt. Dag en nacht. Ja. Dat kan ik echt vertellen wat het is. Als we even over de wedstrijd zelf hebben. Echt goed was het niet, hè? Ik dacht, nu gaan we echt heel veel mogelijkheden creëren. Ja, maar je hebt ook de wedstrijd gezien in Bostan, of weet ik niet eens gezien. Ja, absoluut. Dan hebben we ook hoger gespeeld, 10, 15 meter. Dan hadden we gewoon problemen met de omschakeling. En als je ziet, op de tweede helft spelen we ook hoger. En dan komt er zoveel ruimte tussen die linies in. Dat heeft zijn reden, en ik ken die reden. Ja, ik had toch niet geweldig gezegd van, kijk, we moeten in de wedstrijd blijven. Je kunt nooit weten wat er gebeurt in Sint-Brugge gebeurt. Als je uit de wedstrijd valt, dan na een kwartier op de deurdag spelen. En het is 2-0, je hebt de wedstrijd gespeeld. Je moet ook zien wat de ploeg aan kan. Wat kunnen ze niet? En dat is belangrijk. We hebben gezegd van, kijk jongens, zo bestaande op de deurdag spelen. Je scoort drie keer, dan moet je altijd winnen. Maar nee, we gaan goed controleerd spelen en daaruit gaan we zien wat we kunnen. En op laatste hebben we nog geforceerd, maar als we dat niet gedaan hadden vandaag, dan was het misschien een rust 0-2 geweest. Dan was het best gespeeld. Ja. Hoe heb je die laatste 3 minuten beleefd op de bank? Had je iemand die jou op de hoogte bracht van de stand in Cercle Brugge? Het was nog... Het was 2-0 en ik wist het. En, dan heb ik een beetje hulp nodig, een beetje geluk nodig van iedereen. En, maar was er iemand die jou op de hoogte bracht? Eerste half niet. Tweede half, laatste 5 minuten wel. De rest was afspraak met elkaar. Niet ging ik gek zot maken. Want ik heb een paar wissels gedaan om nog meer aanvallend te creëren, nog meer hoger druk te zetten. Maar ik wist ook dat Lonker heel goed omschakeld, dat weten we. En hoe Peter ook zegt, ze hebben dat niet zo goed uitgespeeld, maar dat was geluk. Maar aan de andere kant is het zo dat we ook wat alles gegeven hebben vandaag. Ja. En dan word je met 2-3 aan, natuurlijk, dan is dat belangrijk. Ja, je bent in de kleedkamer al geweest, neem ik aan, bij de spelers. Wat heb je daar gezegd? Wat zeiden de spelers? Hoe reageerden ze? Ja. Is natuurlijk ontzettend groot, hè. Dat is net of we kampioen waren. Maar het mooiste is, en dat vind ik wel een verdienste van het team, dat iedereen met iedereen is. Want je moet niet vergeten, het team met 33 spelers. En je ziet, iedereen is hier en iedereen vierde mee vandaag. En dat is het grootste geweest in de laatste maanden van Waasland Beveren. Dat we een team geworden zijn. En dat, daar ben ik heel fier op. Ja, en dus nu is het play-off 2. Gaan we daar nog iets mogen verwachten? Of is de pijp uit, zoals het dan zeg hier in het Waasland? Ja, als de premies zijn verdienen, dan moet je daar al iets voor doen. En we hebben een hele mooie poelen. Hele mooie poelen. Ik heb Genk, Zoltwaren, Mechelen. KV Mechelen. Ja, dat is een fantastische poelen. Daar kan je sowieso notiveren naartoe. Daar hoef je niemand notiveren voor. Nee. En KV Mechelen is zeker die van ons vandaag goed geholpen. Ja. Een paar weken geleden vroeg ik jou, hoe viert Guido Brepels? Je hebt toen gezegd van, ja, er is nog geen tijd om te vieren, want we zijn er nog niet. Nu zijn we er wel. Guido, hoe ga jij vieren vanavond? Dat wil iedereen weten, dus drinken we water kan ik altijd. En, je gaat vanavond geen alcohol drinken? Nee, ik doe dat al 35 jaar, dus ik ben ja. Oké, de minzame Guido Brepels. Maar ik neem aan dat je wel heel blij bent met wat er vanavond gebeurd is. Dankjewel Guido, en ook bedankt uit naam van iedereen die sympathiseert met Waasland Bever. Zijn er vragen voor een van de twee coaches? Of is alles al vooraf beantwoord? Ik vermoed van wel. Dus we gaan even hier afsluiten en we zien jullie binnenkort terug in de play-off 2. Dankjewel.